VVD-Kamerlid Claire Martens, hartelijk welkom. Dankjewel. Wat verwacht je van vandaag? Nou, ik denk een goed gesprek. Ja, dat weet je nooit in dit programma. Dat is altijd een goed gesprek. Dat moet je altijd afwachten in dit programma. Nou, de vraag is of het leuk wordt, maar het is een goed gesprek. Ja, nou, ook dat gaan we allemaal meemaken natuurlijk. Maar ik mocht je niet te veel vragen stellen over de formatie, heb ik begrepen. Daar zit je niet heel lekker in. Nou, je mag altijd vragen stellen, maar ik ben niet de woord voor de formatie, dus ik heb niet zoveel antwoorden. Nee, je was de nummer 20 van de stemlijst de laatste keer bij de verkiezingen, yes, toch? Ja, nou, hartstikke gefeliciteerd met je aanwezigheid hier natuurlijk ook. Zou je het willen dat er een kabinet komt waar VVD ook kan komen met die drie andere partijen? Waar nu nog steeds over gesproken wordt. Zou je dat fijn vinden? Nou ja, wat fijn is, is dat het land wordt bestuurd. Dus er moet gewoon heel snel meters gemaakt worden nu. Ja, kortom, je zegt niks. Nou ja, dat is het antwoord. Ja, oké. Okay. Ja. Nou goed, dan ga ik naar jou toe. Hoe groot is die kans nog steeds aanwezig? Nou ja, er is een doorbraak. Maar ik denk dat we toch wel met enige voorzichtigheid moeten zeggen dat er een doorbraak is. Dat is heel voorzichtig. Voorzichtig. Nou, er is nog maar één optie over. Dat is dat extra parlementaire kabinet waar altijd over gesproken wordt. Dan moeten we ons afvragen, wat is een extra parlementair kabinet? Wat is nou een extra parlementair kabinet? Jezus wil. Ja, leg het eventjes uit. Is het nou een meerderheid? Is het een minderheid? Ja, hoe gaat het eruit zien? Bel de mensen van de Quest. Okay. Die kan je dat vragen. Die zoeken dat net begonnen. Wilfred, het is überhaupt is het een meerderheidskabinet. En dan gaat het om de verhouding tussen de Kamer, wat bijzonder daaraan is, en het parlement. Mm. He, dus het kabinet. En in het kabinet zouden dan mensen moeten zitten met grotere afstand tot de Tweede Kamer. En dat dualisme moet sterker worden. Mm. Er komt geen regeerakkoord, vuistdicht regeerakkoord. Er komt een regeerprogramma. Ja. En dat regeerprogramma een mapje zoals Patrick is. Ja, precies. Ja, zoiets, ja. En dat regeerprogramma wordt dan geschreven door de ministers vanuit de verschillende partijen. He, dus niet de fractievoorzitter schrijft dat dan. En ik heb zo'n vermoeden dat als het extra parlementaire kabinet er gaat komen, dat ook de partijleiders, dat een eis zal zijn, zeker vanuit het nieuw sociaal contract, in de Tweede Kamer blijven zitten. Oké. Ja, om dan ook die afstand te bewaren. Dat is best simpel wat je nu vertelt. Ja. Toch? Hè? Ja, maar ik weet niet als zometeen Wim Voermans aan het luisteren is, of die het dan ook de juiste definitie vindt. Dat vind je belangrijk, wat hij ervan vindt? Nou, Wim Voermans zegt wel elke keer als het over een extra parlementair kabinet gaat, dat er de duiders het ernaast zitten. Dus ja. Maar Kim Putters die gaat het ons ook uitleggen, toch? Ja, maar dat was wel grappig. Kim Putters liep gisteren naar buiten en die zei ook, we hebben het over een extra parlementair kabinet gehad. En hebben de deskundigen hebben daar iets over gezegd. Ja. Die hebben een definitie. En de partijen hebben daar een definitie over. En dat zie je terug in het uiteindelijke verslag. Maar dat zijn dus wel twee verschillende definities in ieder geval. Is het niet makkelijk, die Kim, hè? Nee, die Kim heeft het absoluut niet makkelijk. Nog een weekje of zo, dan moet hij er klaar mee zijn. Aan donderdag moet hij dan met zijn eindverslag komen. Ja. En eigenlijk het extra parlementaire kabinet, dat is de enige optie die nog open was. Ja. Want een minderheidskabinet zat er niet in, want het wil de VVD niet. En de VVD wil wel een extra parlementair kabinet, maar dan moet NSC ook bewindspersonen leveren. Ze gaan doorpraten. En omdat het de enige optie is, is het ook logisch dat ze dan over een extra parlementair kabinet gaan praten. En zodoende is dan ook de conclusie getrokken. Dan gaat NSC bewindspersonen leveren. Maar of dat ook echt gaat gebeuren. Ik heb NSC vandaag even gebeld en ze zeiden van ja, luister en lees even na wat wij allemaal gezegd hebben. Mm-hmm. En dan zeggen ze, in principe gaan wij geen bewindspersonen leveren. Nee, om te janken dit. Maar ja, nou, heel flauw. Dat betekent dus, het zou wel kunnen. Ja, maar Omtzigt wou toch een extra Ja, maar Omtzigt had een ander extra parlementair kabinet voor ogen. Hè, over die definitie gesproken. Omtzigt wilde liever een extra parlementair kabinet waarbij ook andere partijen zich zouden aansluiten. En dan zou je bijvoorbeeld dat meerderheidskabinet hebben met de vier partijen die dat in ieder geval steunen. Maar je zou ook een minister kunnen hebben van het CDA. Ja, even mijn hersenen te koelen, heb ik net gehoord. Dus okay, ja. Ja, nee, maar Claire heeft wel gelijk als ze zegt dat moet eens een keer gereerd gaan worden. Maar als ik dit hoor, gaat het nog jaren duren, hè? Toch? Ik hoop het niet. Ik wacht met smart op het verslag.